Hallo en fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Take 13 met vandaag de Nederlandse speelfilm Morph, de muzikale documentaire Gimme Danger en het Deense drama The Day Will Come. Het Groningse productiehuis Schaftkipfilms doet het goed. Zo goed dat ze nu alweer met een 9e film op de proppen komen. De speelfilm Morph gaat over een Groningse rockband die langzaam maar zeker uit elkaar valt. Ze zijn ruim 25 jaar samen, maar het o zo gehoopte succes is uitgebleven. De zanger van de band Morph is echter overtuigd dat hij een belangrijkere opdracht heeft van bovenaf en laat daarom de band achter. Hoe het te zeggen? Het ontvouwt zich onvermijdelijk. Hier, de bron vanuit hier, het op orde brengen, doen groeien, herschikking. Ik ben populair, fuck you, man. Kom van Morph. Morph, hou er mee op. Hou er gewoon mee op, man. Je weet je opdracht nog niet, omdat je jezelf nog niet hebt ingelezen in het licht. De film is geregisseerd door René Houwe, bekend van Heroin en De Ketelmannen. De rol van Morph wordt vertolkt door Jurgen Veenstra, die we misschien nog wel kennen van Prooidieren. De film ziet er rauw en echt uit en laat je zeker meeleven met Morph, die niet meer weet wat hij nou echt moet doen. Wij geven deze film 4 sterren. Morph is vanaf 12 maart te zien in de bioscoop. We blijven even in de muziek hangen met de documentaire Gimme Danger. Waar denk je aan bij Mike Watt, Ron Ashton en Iggy Pop? Inderdaad, The Stooges, een van de grootste rock'n'roll bands van zijn tijd. Gimme Danger laat het verhaal zien van het ontstaan van deze bijzondere band. De documentaire zit bomvol interviews met bandleden en oud beeldmateriaal van de band. If I hit here, you'll get all 3 cameras. We ready? We are in an undisclosed location, interrogating Jim Osterberg about the Stooges, the greatest rock and roll band ever. Iggy and the Stooges reinvented music as we know it. We weren't like the other bands. A feeling come over you with this great sound that we're making. And sometimes I would just hammer on my guitar. I just started jumping up and down like baboons do before they're gonna fight. As soon as I started doing that, we were real communists. We lived in a communal house. We shared all money. And when we began to write songs, we shared authorship. When I was a little boy, the Ford Motor Company, they had a machine that engineered a drop, a mega clang. I thought we should get some of that in our songs. Now I wanna be your star. We were just left without any adult supervision. I mean, we just did our thing. We bumbled around America playing raggedly. And now
some gigs I could get it together to sing, some I couldn't, upsetting people wherever we went. Thank you very much to the person who threw this glass bottle at my head. Nearly killed me, but you missed again. So keep trying next week. Do you feel you've influenced anybody? I think I helped wipe out the 60s. I don't want to belong to the glam people, alternative people, to any of it. I don't want to be a punk. I just want to be. De documentaire is gemaakt door Jim Jarmusch, die films regisseerde als Dead Man met Johnny Depp, Broken Flowers met Bill Murray en Only Lovers Left Alive met Tilda Swinton. Naast de bandleden zien we ook Ewan McGregor voorbij komen. Hoewel Gimme Danger goed in elkaar zit en alles heeft wat een goede muziekdocumentaire moet hebben, onderscheidt hij zich niet echt van de vele andere muziekdocu's over grote bands en hoe ze tot stand zijn gekomen. Daarom krijgt de film van ons 3,5 ster. De film is te zien vanaf 16 maart. Het is 1967. Over heel de wereld zijn demonstraties met betrekking tot de Vietnamoorlog. De Amerikanen doen er alles aan om als eerste een man op de maan te krijgen. Vooral voordat de Russen dit voor elkaar krijgen. In Denemarken leven op dat moment de broertjes Elmer en Erik. Hun moeder is erg ziek en de staat plaatst de twee kinderen in een jongensinternaat. Dit wordt gerund door de sadistische en strikte directeur Hek. Hek gebruikt ouderwetse manieren om de kinderen van het internaat terug in het gereel te krijgen, zoals lijfstraffen, medicijnen en vernederingen. De broertjes doen er alles aan om uit het internaat te ontsnappen. Het is gelang voor de God, die de beste stad alleen. Tag jeres tøj af og tag det der på. Erik Johansen, du er nummer 47. Elmer Johansen, du er nummer 30. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor, Emma? Astronaut. Flabbighed, det gavner ikke nogen, det ved du nu. Jeg kan være sikker på, at de forstår nødvendigheden af disciplin her på stedet. Drengene er havnet her, fordi der ikke er andre, der kan styre dem. Og så er det vores pligt at hjælpe dem, også selvom det viser sig, at klør 5 er det eneste sprog, de forstår. Jeg forstår. Brug det bare ikke selv. Hvis man er klog, så bliver man en spøgelse. Hvis du er en spøgelse, så lægger jeg ingen mærke til dig. Gør, som der bliver sagt. Vi har en ny tidsdreng. Kommer til at stå herind, til blinden den er tør. Der er aldrig nogen, der er sluppet væk. En gang skal være den første. Det skal nok gå. Bare man opfører sig ordentligt, så bliver det altid værdsat og kommer godt tilbage. Her. Hvad laver du? Astronaut og del. Men her på Gudbjerg, der bliver en del af et fællesskab, som i sidste ende. Jeg er pisse ligeglad. Bare for du overstået. Nej, nej. Nej, forståelsen skal fremmes på en helt anden måde. Jeg vil nu gerne tale med børnene først. Med børnene? Ja. Vi skal væk herfra nu. Hvad gør vi? Vi kan hjælpe os. Må vi klare det selv? Stop! Er nogen af jer, der nu kunne tænke sig at fortælle mig noget under fire øjne? Du kommer til at se tilbage på det med taknemmelighed. De film is geregisseerd door Jesper Nielsen, die in eigen land al de nodige successen behaald heeft. De rol van sadistisch schoolhoofd is weggelegd voor Lars Mikkelsen, die we wellicht kennen van The Killing, House of Cards, Sherlock Holmes of vele andere bad guys. En natuurlijk van zijn jongere broertje Mats. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En dat is te zien. Je zit snel in de film en wanneer hij je vast heeft, laat hij je niet meer los. Door de sfeer en het automatisch medeleven met de broertjes geven we de film dan ook 4,5 ster. De film The Day Will Come draait vanaf 16 maart in de bioscoop. Dustin Hoffman was pas 30 toen hij zijn eerste hoofdrol kreeg in een bioscoopfilm. De film bleek uiteindelijk zo'n succes te zijn dat Dustin zijn eerste Oscar-nominatie kreeg voor beste acteur. Mike Nichols won de prijs voor beste regisseur tijdens de Oscars.
De film maakte in het jaar dat hij uitkwam ook de meeste winst. Ik heb het natuurlijk over The Graduate. De film gaat over de 21-jarige Benjamin Braddock, die kort na zijn afstuderen nog niet echt een doel had voor het leven. Hij werd verleid door een oudere vrouw en valt daarna voor de dochter van deze vrouw. De film is een adaptatie van het gelijknamige boek van Charles Webb, die dit boek direct na zijn afstuderen schreef. Wellicht is het meer autobiografisch dan we denken. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Listen, everybody, I want you all to be quiet. I've got Ben's college yearbook here, and I just want to read you some of the wonderful things about Ben. Hey, there's the award-winning scholar. We're all very proud of you, Ben. How are you, track star? What are you going to do now? I was going to go upstairs for a minute. Oh, I meant with your future. Your life. Well, that's a little hard to say. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you? Have you gotten us a room yet? I haven't, no. Do you want to? I'll get undressed now, is that all right? Sure. Shall I? I mean, shall I just stand here? I mean, I don't know what you want me to do. Why don't you watch? Oh, sure, thank you. Mrs. Robinson, do you think we could say a few words to each other first this time? I don't think we have much to say to each other. Benjamin, are you having an affair with someone? I do think you should know the consequences of what you've done. I do think you should know that my wife and I are getting a divorce soon. What happened between Mrs. Robinson and me was nothing. It didn't mean anything. Well, that's not saying much for my wife. Point is, I don't love your wife. I love your daughters, sir. Scarborough Fair. I want to ask you a question and then I'm going. From them? No. I want to know why you're here in Berkeley. Is it because I'm here? Well, look, I love you. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Will you marry me? Are we getting married tomorrow? Why don't you just drag me off if you want to marry me so much? You can't stop me from seeing her, Mrs. Robinson. I'll find her. Sorry we won't be able to invite you to the wedding, Benjamin, but the arrangements have been so rushed. Oh, Jesus, God. No. Will Smith is lange tijd een actieheld geweest die niet weg te denken was van het witte doek. Zo zagen we hem aliens te lijf gaan in Independence Day, we zagen hem aliens te lijf gaan in Men in Black 1, 2 en 3 en we zagen hem zombies te lijf gaan in I Am Legend. Ah!
fint. Let's go. Come on. Sam, come on. En nu is hij daar weer, terug om buitenaardse zombies te lijf te gaan. Deze keer niet op het witte doek, maar op de streamingdienst Netflix. Will Smith is een agent die niet alleen criminelen bestrijdt, maar ook mythische wezens in de nieuwe film Bright. En wij hebben er een voorproefje van. This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, this land was made for you and me. Assuming this doesn't end well. Dan zijn we alweer aangekomen bij de thuiskijktip van deze week. Wat moet je gezien hebben om met je collega's mee te praten? Deze week is de keuze gevallen op de serie Riverdale. Het is een moordmysterie die zijn herkomst vindt in de oude maar o zo brave Archie stripboeken. In het plaatsje Riverdale lijkt alles goed te zijn, maar onder de oppervlakte borrelt een boel kwaad. Zo wordt er later een student vermist die vermoord blijkt te zijn. Heel Riverdale is in rep en roer en Archie probeert uit te vinden wat er gebeurd is. Hoewel de serie van de brave stripboeken afstamt, is Riverdale allesbehalve braaf. Het is een stomende en vibrerende serie die je maar moeilijk loslaat. It feels like all the second hand is frozen. Oh my god. Every corpse has a tale to tell, and this one has the touch of evil. Archie, a kid is dead. I saw you guys. How you feel about me? Is it real? I'm asking you right now if you love me. Who are you lying to? I'm Breakfast at Tiffany's, but this place is strictly in cold blood. This should be fun. Did you and Donnie Darko kill him together? This bad was ever supposed to happen here. Maybe there's another side to the story. There's a possibility Jason's murderer will soon be in this room. This whole car is a crime scene. No fingerprints. You're a little more dangerous than you look. Dat was alweer de laatste tip van deze week. Wellicht zie ik u in de bioscoop en anders gewoon tot de volgende aflevering van Take 13.